Donderdagavond werd ook Venray het decor van de boerenprotesten. In een lange stoet trokken de boeren rustig en vreedzaam naar het gemeentehuis waar de raadsvergadering op de planning stond. Burgemeester Kompier stond de agrariërs te woord nadat zij hun ongenoegen hadden geuit over de stikstofplannen van het kabinet. Dus we gaan en blijven met jullie in gesprek. En ik denk dat het misschien wel goed is om af te spreken nu. Een hele concrete afspraak. We hebben nu een paar mensen hun verhaal gedaan. Zullen we die als eerste uitnodigen om bij ons, en dan niet nu, maar op een moment dat we wat meer tijd hebben, een eerste stap te zetten in het gesprek. Portefeuille houden breed. Dus wethouders uit meerdere portefeuilles. Want het landelijk gebied en de problematiek zijn niet alleen de boeren. Dat werd heel terecht opgemerkt net ook over de vliegvelden en de economie, de duurzaamheid. Het gaat natuurlijk over een hele brede agenda voor het landelijk gebied. Maar het gaat bovenal over jullie toekomst en de toekomst van agrarisch Venray. En daar staan wij als gemeentebestuur voor. Thank you.